Jongens, meiden, jullie gaan vandaag leren werken met de brander. Als je met de brander werkt, heb je natuurlijk een jas aan en een bril op. Je mag de branders zelf pakken. Ze staan hier. Zorg dat je de slang goed vastmaakt. Hou hem er tegenaan, druk hem omhoog en een paar keer draaien en dan zit hij goed. Maar het kan zijn dat je brander omvalt. Draai nog een paar keer aan de slang totdat je brander stabiel staat. Dit is heel belangrijk, anders valt hij om als je gaat werken. Er zijn twee soorten branders. De brander zoals hij in het boek staat aan de rechterkant. Dit is de gasregelknop. De brander die wij gebruiken, links, heeft een andere gasregelknop. Dit is open en dit is dicht. Dit is de luchtring. Hiermee regel je de temperatuur van de vlam. Draai de luchtring naar beneden en de vlam wordt warmer. De luchtring op onze brander is iets anders. We gaan nu de brander aanzetten. Zorg dat de gasregelknop dicht is en de luchtring ook dicht is. Op deze manier. Nu kun je de gaskraan openzetten. Trek het knopje naar je toe en draai hem om. Dit is dicht. Naar je toe trekken. En draaien en hou ze open. Hou een lucifer of een aansteker boven de brander, totdat deze aangaat. Dit is soms moeilijk te zien, dus als je de lucifer af en toe even weghaalt, kun je zien of dat die aanstaat. We gaan nu de verschillende soorten vlammen uitproberen. Dit is de pauzevlam. Als je de gasregelknop opendraait, krijg je de blauwe vlam. En als je de gasregelknop dicht doet, gaat de vlam weg en heb je weer een pauzevlam. Als we aan de luchtring draaien, krijgen we de ruisende vlam. Deze is veel heter. En zo maken we weer de blauwe vlam. Nog een keer. De luchtring open. En de luchtring dicht. De gasregelknop gaat open. We krijgen een blauwe vlam. De luchtring gaat open. We krijgen een ruisende vlam. De luchtring dicht. En weer de blauwe vlam. Goed, we gaan nu met de brander een buisje met water laten koken. Zorg dat je de volgende spullen in ieder geval hebt. Een reageerbuishouder. Een reageerbuis. Een rekje om de buis in te zetten. Een spuitfles of gebruik gewoon de kraan. Als we water laten koken in een reageerbuis, dan mag er niet te veel water in het buisje zitten. Anders kan het er namelijk uitschieten. Je doet er ongeveer 2 centimeter water in. Zo.
De reageerbuis gaat in de knijper. We gaan nu het buisje verwarmen. Draai niet de luchtring open, want dan kookt die te snel. Dit is de goede vlam. Niet deze. Als we het buisje in de vlam houden, dan houden we hem een beetje schuin en van ons af. Zorg ook dat hij niet op iemand gericht is die eventueel naast je zit. Als je moet kiezen, richt hem dan naar de muur. Hou het buisje niet te laag in de brander, maar ongeveer zo. En nu even geduldig wachten tot hij kookt. Je kunt zien dat het water kookt als er belletjes ontstaan. Als je denkt dat het te hard gaat, hou hem dan even buiten de brander. Als je stoom uit het buisje ziet komen, dan gaat het goed. Gaat het te snel, hou hem dan iets hoger of hou hem er even naast. Als we klaar zijn, zetten we de brander uit. Met de gasregelknop haal ik de vlam weg. Ik zorg dat de luchtring dicht is. En dan kan ik de hoofdkraan dichtzetten. Eerst de kraan dicht, dan de slang eraf. En niet andersom. Goed, de brander is uit. Denk eraan dat hij nog wel even heet is. Dus laat hem eerst even afkoelen voordat je hem terugzet. Ruim eerst je andere spullen dan even op. En de bril mag af.